Goedemiddag. In Oekraïne zijn de evacuaties begonnen uit 5 zwaar getroffen steden. In totaal zijn al meer dan 2 miljoen mensen het land uitgevlucht. Om de impact van de hoge energieprijzen te milderen, bereidt de federale regering maatregelen voor. En honderden jonge boeren voeren actie tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Welkom. Meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn intussen hun land al uitgevlucht. En dat aantal blijft stijgen. Zeker ook nu de eerste evacuaties van inwoners begonnen zijn na een akkoord daarover tussen Russische en Oekraïnse onderhandelaars. Volgens de Russen zijn er corridors geopend vanuit de steden Chernihiv, Sumy, Kharkov, Mariupol en ook vanuit de hoofdstad Kiev. Of de evacuatieoperatie deze keer zal lukken, dat moeten we afwachten. De voorbije pogingen werden telkens doorkruist door nieuwe beschietingen. Dit zijn de eerste beelden van evacuaties uit Sumy, een stad ten oosten van Kiev. Dat er een staakt het vuur in nacht zou worden gehouden om humanitaire corridors mogelijk te maken, werd eerder aangekondigd door een Russische militaire woordvoerder. Цель – безопасная эвакуация мирных граждан из населенных пунктов сегодня. С 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Veel vluchtelingen passeren op weg naar Polen via de stad Lviv. De burgemeester zegt dat de humanitaire noden heel groot zijn. Потребуємо тої підтримки, про яку ми навіть раніше не могли собі уявити, але сьогодні тут у Львові всі люди, які приїхали, вони сьогодні En zoals vrijwel dagelijks heeft de Oekraïense president Zelensky een videoboodschap verspreid, dit keer vanuit zijn kantoor in centraal Kiev. Понеділок вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Gisteravond nog werd de noordelijke stad Zhytomyr bestookt. Zelensky zegt weinig vertrouwen te hebben in het staakt het vuren, maar hij wil wel blijven praten. Ми реалісти, тому ми будемо говорити. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось, як ми прийдемо до миру. Саме до миру. Volgens de Verenigde Naties zijn er nu in totaal al 2 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne. En de belangrijkste evacuaties moeten nog beginnen. Dit is een kamp van Oekraïnse vluchtelingen in buurland Moldavië. Zij komen uit het zuiden van Oekraïne. Een zakenvrouw vertelt hoe ze zich sterk probeert te houden. Een младший ребенок не понимает, старший ребенок не успокаивает и говорит, что мама, все будет хорошо. На самом деле, он так и говорит. И все делается сейчас все ради детей, ради будущего. We gaan naar Rudy Vrangs, onze man in Oekraïne. Ja, Rudy, we hoorden net al de burgemeester van Lviv. Jij bent vandaag al in het voetbalstadion en ook het treinstation daar geweest, waar nog altijd vluchtelingen aankomen in het oosten. Wat vertellen die mensen jou? Ja, omdat de burgemeester van Lviv zo'n noodkreet slaakte, ben ik gaan kijken hoe het eraan toe ging in het treinstation. En wat je daar zag bijvoorbeeld, zijn duizenden mensen die in brede rijen, maar heel gedisciplineerd, toch wel opvallend, geen chaos, staan aan te schuiven in de hoop om een trein, een zitje naar Polen vast te krijgen. En als je dan bedenkt dat gisteren hier 140.000 mensen vanuit Oekraïne de Poolse grens zijn overgestoken. En eergisteren ook. De burgemeester die zegt dat er 200.000 mensen uit het oosten op dit ogenblik in Lviv zelf verblijven en opgevangen worden. En hij zegt dat er nog meer gaan komen, uiteraard. We zijn dan ook in het voetbalstadion gaan kijken. Dat is een stadion dat 10 jaar geleden in het Europees kampioenschap, dat daar nog wedstrijden gespeeld zijn. Buiten is het te koud natuurlijk om daar te verblijven. Maar in de ruimtes van het stadion zelf, van binnen, daar is een noodopvang voorzien voor die mensen die nergens terecht kunnen. Een soort van triagecentrum. En wat je daar ziet is wel schrijnend natuurlijk. Hè. Dat is een oudje bijvoorbeeld van die haar verjaardag vieren van 80 werd ze, die door haar kleinzoon werd voortgeduwd, die uit de bommen onder Irpin, hè, wat beschoten was van Kiev, die daar nog net ontkomen is gisteren en dus vandaag is hier gekomen. En ja, allemaal vrouwen en kinderen of bejaarde mensen. Want dat is de situatie. De mannen
die moeten ginder blijven of die moeten terug om daar eventueel te gaan vechten. Maar ze verwachten hier nog veel meer. Ze zeggen dat ze er klaar voor zijn. Maar ja, als er nog miljoenen daar in het oosten, een soort van volksverhuizing, voor die pletwals van het leger gekomen, dat wordt wel moeilijk. Ja, ja, inderdaad. We mogen ons waarschijnlijk nog verwachten. En zeer vele mensen op de vlucht in 5 steden. Rudy, zijn op dit moment ook evacuaties aan de gang. Dat was de voorbije dagen ook al. Toen mislukte het telkens. Welk nieuws vang jij nu op over het verloop van die evacuaties? Wel, men is eraan begonnen. Maar de laatste berichten van het afgelopen uur zeggen dat het toch behoorlijk moeizaam verloopt. Hè? Dat er heel veel hinderpalen zijn. Er zijn bijvoorbeeld 30 bussen en wat trucks met hulp die naar Mariupol gegaan zijn. Maar leeg om mensen gaan op te pikken. Nu, dat gaat over enkele duizenden mensen uiteindelijk dan maar. Hè? Maar men weet niet of ze wel terug kunnen komen met die geëvacueerden. Want er zijn opnieuw beschietingen bezig. En in Sumy, waar het begonnen was, daar hebben we beelden van gezien van mensen die, vooral buitenlandse studenten, die op die bussen gezet zijn en vertrokken. Maar daar zijn opnieuw, en dat is het laatste nieuws van een half uur geleden, opnieuw beschietingen begonnen. Er zijn ook verschrikkelijke beelden die binnenkomen van een appartementsgebouw dat getroffen is in Sumy, waar meer dan 20 burgers onder het puin liggen en dood zijn. Irpin, daar kan men nu op dit ogenblik nog weg, blijkbaar, in de buurt van Kiev. Mensen moeten wel onder een brug doorkruipen om daarna in de bussen te stappen die hen kunnen evacueren. Maar zoals je ziet, het gaat over honderdduizenden, miljoenen mensen. En het gaat maar heel moeizaam en druppelsgewijs afwachten wat het deze namiddag wordt. Oké, dat doen we samen met jou. Dankjewel, Rudy Vranckx, voor die laatste stand van zaken vanuit Oekraïne. En intussen zijn zo'n 150 Belgische militairen vertrokken van op de luchthaven van Melsbroek en dat naar Roemenië. Dat gebeurt in aanwezigheid van premier De Croo en minister van Defensie De Donder. Roemenië is een buurland van Oekraïne en ook lid van de NAVO. De Belgen gaan er militaire oefeningen doen, samen met Franse militairen. 150 Belgische militairen, gepakt en gezakt. Ze trekken naar Roemenië, een NAVO-partnerland, maar ook een buurland van Oekraïne. Het is een detachement van een 260-tal mensen. En eigenlijk de bedoeling is om daar niet alleen aanwezig te zijn, maar ook om solidariteit te tonen naar de Roemeense partners, naar de Franse partners met wie dat ze ontplooien. Voor alle duidelijkheid, de Belgische militairen trekken niet naar Roemenië om er te gaan vechten. We gaan daar niet om te vechten, we gaan daar om te vermijden dat er gevochten wordt. Door de oorlog in Oekraïne krijgt Roemenië op dit ogenblik veel vluchtelingen uit Oekraïne binnen. En daarom stuurt ons land ook militairen van de medische component van het leger mee. We hebben eigenlijk een medische veldpost mee, waar wij toch wel 2 zwaargewonde patiënten tegelijk kunnen verzorgen. En bovendien, we verwachten ook misschien vluchtelingen, kleine medische ingrepen die mogelijk zijn. En ik zelf ben deel van de medische apotheek, dus we hebben een grote stok medicatie ook mee ter plaatse. In totaal zullen 300 militairen worden ingezet in Roemenië. Een eerste deel daarvan is vorige week al vertrokken naar Frankrijk, omdat de Belgische groep onder Frans commando komt. Als klein landje België vind ik wel dat wij een aanzienlijk deel kunnen leveren. Samen met dus de Fransen en de lokale troepen denk ik wel dat wij ons mannetje kunnen staan. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Belgen zullen blijven in Roemenië. That you describe, so you can no longer use a bogus company to conceal your ownership of a property. Where we are making sure that we have new powers to distrain, to take people's assets. De Britse premier Boris Johnson heeft slecht nieuws voor de Russische oligarchen. Hij wil de miljardairs onteigenen die in Londen voor miljarden euro aan vastgoed hebben, vaak gekocht met verdacht geld. Londen is een walhalla voor steenrijke Russen. En via hen wil de Britse regering nu president Poetin en zijn vriendenkring onder druk zetten. Highgate is een van die Londense voorsteden die hun dorpse karakter hebben behouden. Maar Highgate is in het vizier gekomen van steenrijke Russen. Dit is Wittenhurst, na Buckingham Palace, het grootste huis in Londen. Op satelliet ziet het er nog indrukwekkender uit. Vermoedelijke eigenaar ene André Gouriev. Buurtbewoners zijn heel discreet. How do you feel about, well, Russian oligarchs living around the corner? Oh, that's interesting. I don't know what to say. I don't want to take a strong. I don't want to give a strong opinion about it. I've never noticed it being a problem, so I'm not really sure that that's
an issue, really. People come and go in London. It's the center of a great deal of wealth. Dit is Athlone House, eigendom van een Russisch-Oekraïense zakenman, gekocht in 2016 voor ruim 70 miljoen euro. Van de Britse overheid is bekend dat ze weinig vragen stelt over de herkomst van al dat geld, maar daar komt nu misschien wel verandering in. That money undermines democracy and that is a threat, not just to the UK, but to the West. Tom Keating is directeur van een denktank die financiële misdaad in kaart brengt. These people have made generous donations to cultural institutions. That allows them then to mix with, to swim amongst the elite in the UK, to get to know them. The Conservative Party has taken a lot of money from Russians. Bescheiden pogingen om dubieuze oligarchen aan te pakken zijn tot nu toe op een sisser uitgelopen. Every time law enforcement tries to go after dirty money in the UK, the person whose money that belongs to gets an expensive lawyer. And the UK is outgunned in the kind of financial legal fight. Amazingly, these oligarchs have deeper pockets. They can spend more money on lawyers than the UK government. De vraag is dan of het onteigenen van de paleizen wel zal lukken. Laat staan of dat op president Poetin enige indruk zal maken. En u heeft het ongetwijfeld al gemerkt aan de pomp en intussen mogelijk ook bij andere aankopen. Het leven wordt duurder. En daar zit de oorlog in Oekraïne voor veel tussen. Vooral energieprijzen swingen de pan uit voor particulieren, maar ook voor bedrijven, waardoor de prijzen nog verder stijgen. Vervelend voor iedereen, maar vooral problematisch voor wie het einde van de maand financieel nu al niet haalt. Ja, het is schandalig. We beginnen hem al lang afsloven. Ja? Maar niet misschien. Nee, als je er alleen weer staat, is veel geld, hè? Ça monte. Ça va pas. Je sais pas si ça cause de la guerre ou quoi, mais... Hoeveel heeft u nu betaald? Namelijk voor 30 euro gedankt. Dat ik toch een beetje kan rooien. Diesel, benzine en al zeker CNG. Overal slaan de tellers nu al door naar historische prijzen. En dan is de gas- en oliekraan uit Rusland zelfs nog niet eens dichtgedraaid. Het gaat nog stijgen. Het zal niet verbeteren. En zolang dat Poetin zijn dingen snuift en mijn prijs. Dan gaan we te voet. En geen verwarming. Hè. Dan gaan we naar de CNB. Voilà. Gelijk als een ander doet. De nieuwe prijzenrecords komen al bovenop een inflatiepeil waarvoor we al 40 jaar terug in de tijd moesten. Vroeger ging je naar de winkel. Als je voor 20 euro, als ik zeg zomaar niet, regen maand naar de winkel, had ik voor 20 euro, dan kom je met 50 en mee toe. Hè. Dat is verschil. Hè. Het is alles. Het is, maandelijks komt er een 300 euro, denk ik, toch extra bij. Bovenop de kosten die je vroeger had naar nu. Zijn deze energieprijzen het nieuwe normaal of is dit nog maar het begin? In dat laatste scenario wordt er toch naar de overheid gekeken. De staat vult genoeg zijn zakken daaraan, zeker. Hoe hoger dat komt, hoe meer btw dat je betaalt. He? Dus daar verwacht u misschien een geste dan? Pah. Moeten we wel verwachten van de staat. Zeker een keer. Ik hoop dat ze een plafond zetten. Dat is de enigste hoop dat we kunnen hopen. Uiteindelijk zitten wij dan nog goed. Als je vergelijkt wat in de rechter allemaal aan de gang is. Wij kunnen nog... De auto pakken en veilig verplaatsen. Die mensen kunnen het niet meer. Ja, bij ons staat Michael van Drogenbroek van onze economische redactie. Michael, nooit geziene prijzen. We horen het veel mensen zeggen. Ik citeer even de man uit de reportage. Wat mogen we verwachten van de staat? Kan de overheid daar iets aan doen? Ja, niet helemaal natuurlijk, Hanne. Want die hoge prijzen, dat komt door de hoge prijzen op de internationale markten. En die zijn in een evolutie waar uiteraard ons land niks kan aan doen. En die maken vooral dat die prijzen zo hoog zijn. Maximumprijs dus. Als u gaat tanken, diesel, dat was zaterdag al voor het eerst boven de 2 euro, een recordbedrag per liter van 2,08 euro. Benzine vandaag 1,95 euro. Omwille dus van die hoge olieprijzen. Maar de prijs die u betaalt aan de pomp, daar is die brandstofprijs maar een stukje van. Omgerekend voor die 1,95 euro. Het deel echt aan brandstof dat u betaalt, dat is 82 cent. Daarbovenop komen andere kosten, logisch uiteraard. De kosten voor het distribueren, voor enkele andere bijdragen, is 19 cent van die totaalprijs. Maar bijna de helft van wat u betaalt aan de pomp per liter gaat naar de overheid. Heffingen goed voor 94 cent van die 1,95 euro die u vanaf vandaag
betaald. En daar kan dus wel iets aan gebeuren aan die 94 cent. Die 94 cent is eigenlijk in twee stukjes opgesplitst. Een stukje is de BTW, goed voor 34 cent. Een BTW van 21% en daar kan niet echt iets aan veranderen. Die doen zakken naar 6%. Dat is eigenlijk geen optie, omdat dat niet mag van Europa. Enfin, dat is het principe. Principes zijn vandaag redelijk flexibel, maar goed. Die accijnzen die vormen het grootste deel. 60 cent bedragen die van de totaalprijs vandaag aan de pomp. En daar kan wel iets aan gebeuren. Dat is in het verleden ook al gebeurd bij hoge prijzen. En dat is de zogeheten omgekeerde cliquet. Dat betekent dat als de stookolieprijs of de olieprijs stijgt, dat de accijnzen niet meer stijgen, dat die stijging dus iets minder groot wordt gemaakt. Dat kan vandaag ook worden ingevoerd, alleen dat is natuurlijk geen oplossing voor de hoge prijzen nu. Om die te doen zakken, moeten die accijnzen naar beneden en dat kan de overheid doen, want dat zou betekenen dat als die accijnzen zakken, dat dan uiteindelijk die prijs die je betaalt aan de pomp per liter, Hanne, dat die uiteraard ook zakt. Mm-hmm. Oké. Hoe zit het met de gasprijzen, Michael? Ja, die zijn ook al dagen, wekenlang aan het stijgen, exploderen, moeten we eigenlijk wel zeggen. Dat voelt u natuurlijk minder snel. Dat is niet zoals aan de pomp, bijna de dag erna u dat voelt. Maar als u de afrekening krijgt of de voorschotfactuur, dan zal u ongetwijfeld merken dat de voorbije maanden, maar zeker de voorbije weken en de voorbije dagen, dat die echt geëxplodeerd is, die gasprijs. Die is vandaag wel een klein beetje gezakt. Fluctueert heel erg, maar goed, de tendens is heel duidelijk. Die is het voorbije jaar onwaarschijnlijk gestegen. Ook daar kan de overheid iets aan doen. Misschien iets beperkter, want op die gasprijs betaalt u vandaag nog altijd 21% BTW. U weet misschien nog wel dat de BTW op elektriciteit een paar weken geleden verlaagd is naar 6%. Wat de overheid zou kunnen doen, is ook die BTW van gas naar 6% brengen. Anne, er kan ook nog wat aan de accijnzen gemorreld worden. Die BTW is het belangrijkste middel natuurlijk, maar die prijzen zijn zo hoog dat dit zelfs misschien eerder een doekje voor het bloeden is. Oké, ik stel voor dat we eens gaan luisteren in de wedstrijd. Dankjewel, Michael van Drogenbroek. We gaan naar Bart Verhulst. Ja, Bart, we hebben nu gehoord wat de overheid kan doen, maar welke maatregelen liggen er ook echt op tafel? Wel, wat de prijzen aan de pomp betreft, ligt dus die omgekeerde cliquet op tafel, waarbij verschillende regeringspartijen ervoor pleiten om dat nu meteen zo snel mogelijk in te voeren. Het is een voorstel dat al eens op tafel gelegen heeft, eind vorig jaar, een voorstel van minister van Financiën Van Petegem van CD&V, maar het is toen volgens CD&V afgeschoten door de liberalen. En zijn nu diezelfde liberalen die nu zeggen, doe het toch maar, onderzoek het of voer het eigenlijk meteen in. En dat zou dan 20 tot 40 cent per liter aan de pomp moeten kosten. De minister van Financiën zegt, ja, zoveel zal het niet zijn, want je kan die accijnzen ook door Europese regels niet gewoon op nul zetten. Er is een bepaalde ondergrens. En ook premier De Croo tempert de verwachtingen en zegt dat omgekeerd cliquet-systeem zal ook niet alles oplossen. Het moet voor een stuk realistisch zijn. De prijzen verlagen als de prijzen internationaal aan het stijgen zijn, dat ze willen zeggen dat je een overheid hebt die een zeer groot deel van de factuur overneemt. Dat kan een overheid niet. Een overheid heeft uiteindelijk ook maar de middelen die ze heeft, moeten voor een stuk ook realistisch zijn. Wat we willen vermijden is extreme stijgingen. Dus daar kunnen we intussen komen. Maar de prijzen die zullen hoog blijven. Ja, en wat dan, Bart, want dat klonk niet meteen bemoedigend, wat dan met de gas- en de elektriciteitsprijzen? Wel, daar ligt dus opnieuw die btw-verlaging op tafel. We betalen nu sinds van de maand 4 maanden lang tijdelijk dus en enkel op elektriciteit 6%. Btw op gas blijft, is 21% gebleven. Toen die deal gemaakt is, is er afgesproken, we gaan midden maart, nu dus, bekijken om dat systeem van btw te vervangen door accijnzen, omdat je daar soepeler mee naar boven en naar beneden kan schuiven. En de partijen die destijds hebben gepleit voor een definitieve verlaging van de BTW op gas en elektriciteit naar 6%, die pleiten daar nu opnieuw voor. De liberalen opnieuw zeggen oké, doe maar zegt Open VLD, voor gas BTW op 6% tijdelijk gedurende 6 maanden, eventueel te verlengen tot en met de volgende winter, maar daarna weer naar 21%. De minister van Financiën, Vincent van Petegem van CD&V, die blijft erbij. Voor hem en zijn partij moet de BTW op gas en elektriciteit definitief naar 6%.
Ik denk dat het logisch is dat we daar structurele maatregelen gaan nemen om ervoor te zorgen dat mensen effectief nu ondersteund worden. Wij moeten kijken, als we zien welke impact dat die prijzen vandaag hebben op de portemonnee van de mensen, op de portemonnee van de gezinnen, dan moeten we snel maatregelen gaan nemen. En dat kunnen we doen door die BTW te gaan verlagen op elektriciteit en gas. Definitief. Dat is uiteraard, moeten we daar definitief een beslissing in nemen en moeten we gaan zeggen van op welke manier kunnen we dat gaan ondervangen. Er moeten snel maatregelen genomen worden, hoor ik minister Van Petegem zeggen. Ja, wanneer zal de beslissing genomen worden, Bart? Wel, morgen komen de topministers van de federale regering samen over de energieproblematiek, maar beslissingen worden nog niet meteen verwacht. Alles moet eerst technisch in orde zijn, zo is te horen. En er wordt ook wat gewacht en gekeken naar Europa. De Europese Commissie zal vanmiddag al plannen bekendmaken. Onder andere de mogelijkheid voor lidstaten om de energieprijzen te bevriezen. Iets wat ons land gevraagd heeft. En overmorgen is er ook nog een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Versailles, waar ook energie hoog op de agenda staat. En de premier bij ons wil natuurlijk dat ons beleid in dat nieuwe Europese beleid past. En daarnaast is er ook nog de discussie over de kernuitstap volgende week, die dan definitief zou moeten beslecht worden. En het is eigenlijk de bedoeling van de premier om volgende week met één groot nieuw energieverhaal te komen, met oplossingen op de korte termijn, de middellange en de lange termijn. Maar sommige partijen in zijn regering uiten toch hun ongenoegen omdat dat aan elkaar gekoppeld is en omdat er daardoor moet gewacht worden. Oké, er moeten veel beslissingen genomen worden, zo hoor ik. Dankjewel, Bart Verhulst, voor je politieke duiding. Wat vindt u ervan dat Janneke Pies nu ook een outfit heeft? Ik vind dat wel leuk. Ja, ik vind het heel origineel. Het is de eerste keer dat het zo is. Hè. Maar ze zal niet zo vlug aan duizend komen als Manneke Pies, denk ik. Hè. Janneke Pies, het standbeeld van het plassende meisje in Brussel en de vrouwelijke, maar minder bekende tegenhanger van Manneke Pies, zeg maar. Wel, deze dame heeft vandaag op Internationale Vrouwendag voor het eerst een outfit aangekregen. Het idee komt van vrouwenorganisatie FERM om meer aandacht te vragen voor vrouwen in publieke ruimte. Vandaag gaan wij een rode loper voor Janneke uitrollen en we gaan haar een outfit geven. Een hele mooie outfit. En ze krijgt alle aandacht van jullie en van ons ook. Meestal zit Janneke helemaal naakt, weggeborgen in een doodlopende steeg in hartje Brussel. Maar vandaag op Vrouwendag krijgt ze veel aandacht en staat ze in de schijnwerpers met een unieke creatie. Omdat wij vinden dat dit standbeeldje een beetje symbool kan staan voor veel vrouwen die zich moeten verbergen of in de schaduw worden gezet of voorbijgelopen. En wij vinden dat Janneke op die manier ook symbool kan staan voor al die vrouwen wiens talenten of dromen zelden kansen krijgen om zich te ontplooien. Janneke draagt net zoals superhelden een cape met verschillende kleuren. We geven haar kleurrijk jurk aan, dat we symbolen van alle kleuren van elke mevrouw van de wereld. Met haar nieuwe outfit trekt Janneke meteen veel meer aandacht naar zich toe, van toeristen en ook schoolkinderen. En Vrouwendag of niet, die hebben zo hun eigen vragen. Was Manneke Pies en Janneke Pies samen in koppel of waren dat broer en zussen? Dat is iets wat we helaas niet weten, hè, maar het zou kunnen. Het zou kunnen dat familie is. En op verschillende plaatsen protesteren jonge boeren tegen het stikstofakkoord dat 2 weken geleden werd voorgesteld door de Vlaamse regering. De landbouw mag de komende jaren veel minder stikstof uitstoten. En de varkensstapel moet tegen 2030 een derde kleiner zijn, omdat stikstof negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Maar de boeren vrezen dat ze moeten stoppen of zwaar investeren. En ze zien hun toekomst dus somber in en daarom zijn ze in rouw. En wij gaan... Momenteel liggen wij in oranje gebied, maar ja, als dat wortelkolonie uitgebreid wordt naar meer natuurgebied, ja, dan weten wij niet zeker of wij nog een toekomst hebben daar. Stel dat alle melkvee, alle varkens, alle pluimvee, eigenlijk alle landbouwdieren in heel Vlaanderen weg zouden zijn, dan zijn er nog altijd natuurgebieden waar er veel stikstofdepositie is. En toch wordt er vooral naar ons gekeken. Dat is niet logisch, dat verhaal. Daar is ergens een gat en daar wordt precies niks mee gedaan. En dat frustreert mij heel hard. Veel frustratie. En nu gaan we naar Hilde Mertens. Je staat in Braschaat, waar de jonge boeren protesteren. En dat is niet toevallig dat ze dat juist daar doen, Hilde.
Nee, inderdaad, Hanne. Brasschaat is de woonplaats van Vlaams minister-president Jan Bon, die hier overigens niet is vandaag. Hier zijn wel een 230-tal tractoren en jonge boeren van de Groene Kring. Dat is de jongere organisatie van de Boerenbond. Je hoort het inderdaad, veel frustratie, want zij vrezen voor hun toekomst. Maar niet alleen in Brasschaat, ook in Torhout in West-Vlaanderen wordt er geprotesteerd. Daar zijn een 85-tal tractoren samengekomen. Waarom daar? Daar woont Hilde Krivits, de Vlaamse minister van Landbouw. Zij is wel naar de boeren gekomen en wil inderdaad wel zoeken, zegt ze daar, naar toekomstmogelijkheden om die jonge boeren toch nog een lucratief bedrijf te laten uitbouwen. En ook in Genk, dat is de derde plaats in Vlaanderen waar er protesten zijn, waar Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Omgeving, woont. En zoals ook wel gedacht wordt, zij is eigenlijk de trekker van het hele akkoord, want die stikstofproblematiek wordt vooral als een milieuproblematiek beschouwd. En de boeren zijn het daar helemaal niet mee eens. Zij zijn in rouw, vandaar die rouwstoeten, zoals ze dat noemen. Want ja, zij erkennen wel dat er een stikstofprobleem is, dat er te veel stikstof neervalt en dat dat schadelijk is voor de natuur. Maar zij vinden dat zij te eenzijdig beschouwd worden als de grote veroorzaker van dat probleem en dat zij te veel maatregelen moeten nemen, waardoor zij vrezen dat heel veel bedrijven zullen moeten sluiten. En ja, wat zij willen is vooral rond de tafel gaan zitten om te zien of dat er andere maatregelen, mildere maatregelen voor hen uitgedokterd kunnen worden. Maar op dit moment is het nog even wachten op een uitnodiging om samen aan tafel te zitten. Want ja, met de drie betrokken ministers eigenlijk, de minister-president, de Vlaamse minister van Landbouw en Omgeving, is nog niet echt een afspraak gemaakt om het daarover te hebben. Dus wat horen wij hier vandaag? Dat de komende weken er nog acties gevoerd zullen worden. Oké, daarmee willen ze hun ijzerkraak bijzetten. Dankjewel, Hilde Mertens. En dan het sportnieuwsdag, Maarten van Granberen, met alweer heel veel koers vanmiddag. Twee ritten koers. Ook grote zorgen bij Wout van Aert. Groot zijn ze niet echt. Het is gelukkig allemaal niet verontrustend wat Wout van Aert betreft. Maar hij verscheen vanmorgen wel aan de start van de derde etappe in Parijs-Nice met een stevig verband rond zijn knie. In het begin van de rit van gisteren viel Van Aert. Eerst leek het om oppervlakkige schaafwonden te gaan, maar het bleek toch om een diepe wonde te gaan uiteindelijk die lang verzorgd moest worden. Hopelijk ondervindt Van Aert weinig zorgen om zijn knie, want straks wacht er een aankomst op zijn maat. Eerst wat heuveltjes en dan een finish van 2 kilometer, lichtjes bergop. Toch eerst afwachten hoe die knie gaat zijn. Het is toch wel stijf en de wonde was toch iets dieper dan ik dacht. Dus ja, het is niet ideaal. Dus eerst even kijken hoe ik me voel. Maak je je er zorgen over? Nee, dat niet. Het is zeker iets dat wel met de tijd gaat genezen, maar ja, het is altijd beter om niet te vallen. Dat is zo. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft beslist dat buitenlandse voetballers die onder contract liggen bij een club uit Oekraïne of Rusland tot het einde van het seizoen bij een andere club mogen tekenen. Dat is dus bijvoorbeeld ook het geval voor deze Belg, Maxime Couffrier, die bij Spartak Moskou speelt. Door de Russische inval in Oekraïne ligt de competitie in Oekraïne stil en zijn de meeste buitenlandse spelers het land uitgevlucht. De FIFA heeft nu beslist dat de contracten van buitenlandse spelers in Oekraïne en Rusland tot het einde van het seizoen opgeschort worden. Zij mogen een tijdelijk contract sluiten met een andere club voor de rest van het nog lopende seizoen. Het WK 3x3 in het basketbal komt naar ons land. Het zal in juni in Antwerpen plaatsvinden. Op de Groenplaats komt daar dan een tijdelijk stadion met 1800 zitplaatsen. Langs Belgische zijde zal er niet alleen een mannen, maar ook een vrouwenploeg aanwezig zijn. De basketbalvariant 3x3 kreeg afgelopen zomer veel aandacht tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De Belgische mannen die stunten toen met een vierde plaats. Maar achteraf werd wel een onderzoek gestart naar mogelijke fraude tijdens de kwalificatie voor die Spelen. 3-tegen-3 basketbal werd dankzij de prestaties van de Belgian Lions in Tokio op de kaart gezet. Nu kan de sport opnieuw een boost krijgen, want deze zomer komt het WK naar Hartje, Antwerpen. Het is een privilege om te mogen spelen voor familie, vrienden, maar ook bovendien voor de sport. De 3x3-sport in het algemeen gaat het een heel mooie opportuniteit worden om de sport in de kijker te zetten. En het blijft ook een jonge sport die nog in volle groei is. Dus ja, dit is de beste reclame die we eigenlijk kunnen krijgen. Rafael Bogaerts en Thibaut Vervoort waren in Tokio nog amateurs, maar zij kregen intussen een profcontract.
wij zijn nu prof. Dat is voor ons een grote stap. Het is een groot verschil dat je inderdaad door de dag moet werken. Of je kan door de dag trainen en je fysiek voorbereiden voor zo'n WK. De sterke prestaties van de Lions werden wel overschaduwd door nieuws over fictieve toernooien die België geholpen zouden hebben bij de kwalificatie voor de Spelen. Bij de cel sportfraude loopt nog een onderzoek. Nu hebben we daar al heel lang niks meer van gehoord. En ik hoop niet dat ze dat aandacht gaan geven voor het WK natuurlijk. Dat zou jammer zijn. Want ja, zo'n beschuldiging zijn niet leuk. En wij willen ons ook focussen op het resultaat halen. Niet alleen de Lions, ook de Cats zullen erbij zijn op het WK. In tegenstelling tot de mannen komen zij uit de selectie van het gewone basketbal, 5 tegen 5. En focussen zij zich dus niet uitsluitend op 3 tegen 3. Wij zijn allemaal spelers van de 5 tegen 5. Heel veel spelen ook van in het buitenland. Dus dat is inderdaad wel een andere situatie dan bij de mannen. Maar uiteindelijk, ja, het basketgebeuren blijft hetzelfde. En de 5 tegen 5, onze selectie komt daaruit. Maar dat gaat zeker en vast ook wel een hele goede ploeg zijn. Ondanks die andere voorbereiding hopen de vrouwen tijdens het WK net als de mannen op het podium. Dat is voor juni straks. De atleten die het een paar weken geleden uitstekend hebben gedaan tijdens de winterspelen in Peking, zijn gisteravond ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. Het gaat om Bart Swings, die goud pakt op de massastart, Hanne de Smet, die brons behaalde in het shorttrack, en Luna Hendricks, die achtste werd in het kunstschaatsen. Opvallend, de atleten en hun entourage waren in het geel gekleed, koningin Mathilde in het rood en koning Filip in het zwart. Toeval of niet, maar wel de kleuren van de Belgische vlag. Na het verplichte fotomoment nam het koningspaar ook uitgebreid de tijd om met de atleten te praten over hun prestaties. De koning en de koningin hebben het wat gevolgd, had je de indruk? Ja, dat denk ik wel. Ik merkte wel dat ze ook de wedstrijd hadden gevolgd en het zeker ook spannend vonden. Dus ja, ik vind het wel leuk dat ze de sport toch ook altijd goed volgen. En het is een echte eer om hier langs te komen en te ontvangen te mogen worden. En, ja, ik vond het ook een hele aangename babbel met beiden. Dus ja, het was een speciale gebeurtenis. Ook al is Swings dat wel gewoon. We hebben ook nog beelden van die grootste prestatie van gisteravond tijdens de indoor atletiekmeeting in Belgrado. Daar verbeterde de vliegende Zweed Mondo Duplantis zijn eigen wereldrecord. Duplantis die sprong over 6,19 meter. Dat is 1 centimeter hoger dan zijn vorige record. 2 jaar geleden sprong Armand Duplantis voor het eerst een wereldrecord indoor. Toen ging hij over 6,17 meter en een week later meteen over 6,18 meter. Maar op 6,19 meter beet hij 2 jaar lang zijn tanden stuk. Tot gisteravond. In Belgrado lukt het dan toch. De ontlading is na van hand. Ja, ik denk dat ik 6,19 50 times. Ja, het is een lange tijd gekomen. Ik heb nooit een height quite give me the trouble like that ever in my entire life. En ik ben jumping for a very long time. It's a very good feeling. Very good feeling. Duplantis heeft met 6,15 meter ook het wereldrecord outdoor op zijn naam staan. Het Zweedse fenomeen is nog altijd maar 22. De Olympische kampioen wil de lat nog hoger leggen. I don't think this is the highest I'm ever going to jump. I think that there's going to be a lot more to come. And you know, this is a really good place to jump. World Championships in 2 weeks is going to be, you know, an even better time to try to put something else higher up there. So you know, I'm excited about it. I'm excited to come back to Belgrade. Ja, de vliegende Zweed. Straks nog meer sport hier op 1 met die derde etappe in Paris-Nice. En hopelijk houdt de knie van Wout van Aert dan net in stand. Dat hopen we inderdaad. Dankjewel, Maarten. In Nederland heeft een landelijke geldinzamelactie voor Oekraïne heel veel geld opgeleverd. Wat is het geworden? Fantastisch, Tineke. Kan je het noemen, het bedrag? 106.200.773 euro. Op de slotshow, die op zowel de openbare omroep NOS als op 2 commerciële zenders live werd uitgezonden, konden Nederlanders via een inbelplatform geld storten. En die 106 miljoen euro is ook nog maar een voorlopig bedrag, want het kan de komende dagen nog oplopen. Het is de derde grootste inzamelactie in Nederland. In 2004 werd er 208 miljoen bij elkaar gebracht voor de slachtoffers van de tsunami in Azië. In 2010 111 miljoen na de grote aardbeving in Haiti.
En de noodhulpactie 1212 bij ons die heeft intussen 3,3 miljoen opgeleverd. Daar kan natuurlijk nog altijd een flink stuk bij. Wij begonnen dit journaal met de oorlog in Oekraïne. Daar zijn de evacuaties begonnen uit 5 zwaar getroffen steden, nadat het opzet eerder al een aantal keer mislukte. Opnieuw zijn er wel meldingen dat er beschietingen zouden zijn. In totaal zijn al meer dan 2 miljoen mensen het land uitgevlucht. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vanavond. В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины. Het gaat over honderdduizenden, miljoenen mensen. En het gaat maar heel moeizaam en druppelsgewijs afwachten wat het deze namiddag wordt. We realisten, dus we будем говорити. Будем наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу. Ось як ми прийдемо до миру. Саме до миру. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.